Wijkans, heel Den Haag FM, de hele redactie hier loopt in een korte broek. En het mag ook wel, want het werd vandaag maar liefst 24 graden aan de Haagse stranden. Het bleef overigens niet alleen bij pootjebaden, maar er werd ook al een duik gewaagd, zo links en rechts. Aan de telefoon Mark Belo van de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade. Mark, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, het was vandaag prachtig weer en ondanks het feit dat jullie pas in juni de stranden bewaken, gaan er nu al mensen het water in. Ik zag dat zelf ook vandaag. Om maar even met de deur in huis te vallen, waarom gaan jullie pas in juni van start? Ja, omdat wij volledig draaien op vrijwilligers. En iedereen gewoon een vaste baan heeft daarnaast. En op dit moment het voor ons niet haalbaar is om eerder nog open te gaan. Nee, dus dat onze spullen nog niet operationeel staan op het strand. Onze posten zijn nog niet allemaal opgebouwd. Dus, nee, we moeten nog even geduld hebben wat dat betreft. Maar wie houdt de kustlijn eigenlijk in de smies als jullie er dan nog niet zijn? Nee, in principe burgers zelf. Ook wij worden zomers gealarmeerd via de meldkamer van de brandweer. Als burgers iemand zien verdrinken of kindjes kwijt zijn, krijgen we dat via de meldkamer brandweer en de politie krijgen we daar melding van. En op dit moment gaan die alarmeringen naar of Scheveningen naar de brandweer. Die hebben het Surf Rescue Team. Of naar de KNRM. Dus jullie zijn wel zeker actief, alleen vanaf juni zal het echt een beetje bijgeschaald worden tot flinke proporties. Ja, ja, dan zijn we echt daadwerkelijk aanwezig op het strand met 4 posten. Kijk, goed om te horen. We hebben natuurlijk een uiteenlopende kust. Zo kennen we bijvoorbeeld de zandmotor. Dat is natuurlijk helemaal nieuw bij Kijkduin. Althans is er al een tijdje, maar het is voor velen nog relatief nieuw. Daar hoor je wel eens wat over. Vinden daar relatief de meeste incidenten plaats? Of waar is het dan eigenlijk het meest gevaarlijk aan de kust? Ja, dat is altijd lastig te zeggen. De kust verandert heel erg. En het ene jaar is de golfbreker 42 en dat is op Scheveningen zijn gevaarlijk punt. Ja? Dan is het weer golfbreker 45 en die liggen nu wel onder het zand, maar dat zijn wel onze herkenningspunten net ten zuiden van de pier. En ook op Kijkduin, het verplaatst zich, de kust verplaatst, verandert, de bodem verandert. En ze hebben 2 jaar geleden hebben een hele hoge zandbank gehad, waar toen ook een Poolse jongen met zijn hoofd opgedoken is, terwijl hij tot zijn middel in het water stond, vooruit duikt en met zijn hoofd tegen een zandbank duikt en een dwarslesie daardoor had. Jeetje, maar dat weet je, dat kan je nooit voorkomen eigenlijk. Nee, dat is niet te voorkomen. Dat is gewoon de natuur die de bodem verandert. En het is maar net hoe de wind staat. Als je langere tijd een beetje stormachtige wind één kant op hebt, ja, dan krijg je op bepaalde plekken krijg je ophopingen. Ja, en je noemt ook 2 golfbrekers bij Scheveningen, onder andere bij de pier. Wat gebeurt er dan? Heb je dan ook te maken met ophoping van zand of juist de onderwaartse stroming? Waar zit het gevaar daarom in? Nou ja, vroeger had je altijd mooie plekken langs de golfbrekers liepen de muien. Die waren er altijd, want de stroming kon niet door die stenen heen. Dus die ging daar een weg naar zeeinwaarts weer, maar banen. Ja. Dus dat waren voor ons toen de tijd altijd de duidelijke gevaarlijke plekken. En de golfbrekers liggen onder het zand en ze komen wel weer een beetje, de koppen van de brekers komen weer een beetje tevoorschijn. Mm-hmm. En dan zou je ook zien dat daar weer wat extra ontstaat, omdat het moet gaan wegstromen. Je kan bij golfslag kan je zien waar de golven zeg maar het minst zijn, het laagst. Daar zit de mui. En is het daar dan ook het meest veilig om daar dan te zwemmen? Nee, want die mui is juist die stroming de zee in. Ja, het is best wel lastig natuurlijk om dat in te schatten. En ik vertelde het al, Mark, dat mensen zelfs vandaag al stiekem een duik namen. Sommige mensen doen het het hele jaar door. Maar waar moeten mensen nou rekening mee houden als ze het water in gaan? Zodat ze op een veilige manier kunnen zwemmen, kunnen recreëren. Ja, op dit moment moet je heel erg rekening houden met de kou. De zeetemperatuur ligt op 6, 7 graden. Dus de onderkoeling treedt heel snel op. Verkramping is ook iets wat je gewoon heel snel krijgt. Ja, daar moet je gewoon heel erg voor uitkijken. Dus eigenlijk moet je gewoon op dit moment lekker pootje baden en niet verder de zee in gaan. Nee. Dan vind je lichaam helemaal niet fijn. Dat is misschien wel het beste advies van de avond. Want wat moet je doen, Mark, op het moment dat je afdrijft? Dat je eigenlijk te ver uit de kust gaat en dat je merkt op een bepaald moment en je wilt terugzwemmen. Ik heb dat zelfs wel een klein beetje ervaren, maar dan meer in het buitenland. Je wilt terug, maar het gaat niet. Wat moet je dan doen? Dan moet je schuin richting de kant zwemmen. Als je rechtdoor zwemt, dan zit je dus waarschijnlijk in zo'n mui. Ja, daar kan zelfs de beste zwemmer kan daar niet tegen inzwemmen.
Ook de wedstrijdzwemmers niet. Dat zijn zulke stromingen. Dus dan moet je gewoon zorgen dat je schuin opzij zwemt. Dan zwem je de mei uit en dan kan je gewoon rustig weer naar de kant zwemmen. Ja, dus ik heb eigenlijk al aan het begin van dit programma een beetje fout advies gegeven. Ik zei ook van luister niet naar mij, maar vooral naar Mark. Want ik zei, je moet jezelf eigenlijk een beetje laten afdrijven. Dan komt het eigenlijk altijd wel weer goed. Maar je moet dus wel zwemmen, maar eigenlijk in een schuine baan weer richting het strand. Ja, het je laat even laten meenemen, en zodat je niet moed wordt van het terugzwemmen, even kracht sparen. En dan kan je best even laten meenemen en daarna gewoon schuin naar de kant zwemmen. Maar nooit recht, want dan zit je waarschijnlijk in zo'n mui. Ja. Ja, en dat ga je gewoon nooit redden en dan raak je alleen maar uitgeput. Ja, en als je het nou echt niet meer redt en je gaat zwaaien. Jullie zijn echt op het strand aanwezig. Ik kan me voorstellen in deze dagen dat het wellicht wat allemaal wat langer duurt. Maar als jullie daar aanwezig zijn en jullie zien dat, hoe snel zijn jullie dan ter plaatse? Of is dat een hele lastige vraag? Ja, afhankelijk van de afstand. Maar als je kijkt, zeg maar, de brandweer heeft bij een prio 1 melding 8 minuten tot te plaatsen en wij zitten op 3 minuten omdat we al op het strand aanwezig zijn. Dus ja, binnen 3 minuten moeten we aanwezig zijn. En ja, dat kan alleen maar hoe dichter bij ons of ligt aan waar onze eenheid is. En of ze op het water zitten, kan het alleen maar sneller zijn. Ja, ik heb daar heel veel vertrouwen in. Zijn jullie er helemaal klaar voor in juni? Jullie zochten een tijdje geleden nog vrijwilligers. Zijn er genoeg vrijwilligers, Mark? Ja, wij hebben heel veel aanmeldingen gekregen toen. Daarvan zijn er een heel aantal ook die nu gereed zijn om naar het strand te gaan. Die hebben de voorzwemtesten gehaald. Die hebben een EHBO gehaald. Die gaan we van de zomer opleiden. En daar gaan we de komende jaren een hoop plezier aan beleven. Nou, wat goed om te horen. En natuurlijk, mensen moeten natuurlijk uiteindelijk ook zelf wel op blijven letten. Heb jij tot slot, Mark, nog een gouden tip voor een veilige zwempartij aan de Haagse kust? Ja, ga nooit alleen. Helemaal niet als je wat verder de zee op gaat. Zorg dat je met anderen bent en dat die anderen jou ook in het zicht hebben. Dat doen wij zelf ook als wij gaan zwemmen. Wij gaan nooit alleen zwemmen, wij gaan altijd in koppels zwemmen. En we hebben altijd een buddy als we met een groep gaan, die jou en jij hem en diegene jou in de gaten houdt. Ik vind het een hele goede tip. Ga nooit alleen het water in. Het is nog gezelliger ook als je een beetje met een groepje gaat. Je kunt elkaar dan in de gaten houden. Mark Belo van de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade. Dankjewel, nog een fijne avond en een hele veilige zomer. Ja, graag gedaan. En wellicht tot de volgende. Een item gemist. Vanaf donderdag is alles terug te luisteren op dossiermastenbroek.nl.